Hier zijn we bij de boze hoek. Als je boos bent, kan je hier uitleven. Dan kun je gewoon je gevoelens loslaten. En ja, je kunt dan terugkomen wanneer je wilt. Wij hebben hier op school een boze hoek en een verdrietige plek. Eigenlijk om de kinderen die met woede of met verdriet te maken hebben, dat zij op die plaats daarmee aan de slag kunnen gaan, zodanig dat ze eigenlijk met de rust terug in de les of op de speelplaats verder kunnen mee. Mijn vriend Delano, die wou op mijn step en hij heeft heel mijn stuur overgekraakt. Was ik heel boos, kreeg hij bijna keel, maar ik ben vlug naar de boze plek gelopen. Ik voel me lekker een beetje als een duivel. Eigenlijk is het een beetje de bedoeling ook dat die kinderen weten, oké, als ik boos ben is dat niet erg, maar het gaat om de manier waarop. Als ik boos ben mag ik niemand anders kwaad doen. Dus ga ik gewoon even mijn eerste woede er volledig uithalen om dan misschien toch rustig met dat andere kindje in kwestie te kunnen gaan praten van kijk, dat vond ik nu niet zo fijn, maar toch niet afreageren op het kind dan. Wij staan hier bij de verdriethoek. Ik ben er zelf in geweest omdat ik ruzie had met iemand en ik was heel verdrietig. Je kan tekenen, je kan gedichtjes lezen, je kan dingen schrijven op briefjes waar dan er dan bloemetjes uitkomen. Daarna voelde ik mij al stukjes beter en het heeft mij echt wel deugd gedaan om daar een paar dingen te doen en op, alleen te zijn op mijn gemak. In het begin ja, merkten de kinderen, ja, iedereen is natuurlijk curieus en wilde ze dat allemaal een keer zien. Dus was plots heel de school verdrietig en heel de school boos. Maar ik merk nu wel dat de kinderen daar veel bewuster mee omgaan en dat ze ook enkel maar met een echt verdrietprobleem of enkel maar met echte woede naar de plek gaan eigenlijk.